Hallo, wat leuk dat jullie kijken. Ik ben Tineke van de Goesmode en vandaag gaan we het hebben over het geweldige merk Bordes Industries. Komt hier uit de regio West-Friesland, dus we blijven even binnen de familiebedrijven. Hartstikke leuk. Je ziet, vandaag is het thema van Bordes rood-zwart. En we hebben ook een leuk model, Joyce. Die heeft gereageerd op onze... Ja, kom maar door, Joyce. Ze heeft gereageerd op onze Facebook-advertentie van modellen gezocht. En nou ja, eigenlijk is ze hier al. En waarom heb ik voor Joyce gekozen? Nou, natuurlijk gewoon door het geweldige haar. Ja, ik vind haar stijl dus echt helemaal passen bij Bordes. Dus, en wat heb je aan? Want we hebben verschillende leuke sets, maar dit is wel een topper, ja, hoor. Ik heb volgens mij een jumpsuit aan. Ja, een jumpsuit. Een hele laag kruis. Hij hangt helemaal daar. Ja. Helemaal leuk. Maar dat is wel lekker relaxed. Vrij bewegen. Ja, en, het zit gewoon heerlijk. Ja, maar dus alle materialen van Bordes zijn lekkere trico's, rekbaar. Ja, draagt gewoon altijd gewoon heel fijn. Ja. Nou, daaroverheen een leuk stipvest. Ja, komt lekker vast. Met allerlei splitten, dingen, flappen. Dat is wel echt Bordes, hè? Gewoon leuke beleidingen. Helemaal goed. Dus, valt ook in één keer. Super. Oké, zometeen komt ze weer met de volgende outfit. Hi, we zijn er weer. Hier is Joyce in de volgende outfit. Kijk eens, leuk rood. Het is allemaal met vakkenverdeling, deze. We krijgen straks ook nog een jurk en een hele wijde tuniek. Maar dit is rood met een stipje. We hebben ook rood met gewoon uniezwart, maar hoe leuk is dit stipje? We hebben net het vest gezien in een stipje, dus natuurlijk kun je dat ook zo combineren. Maar rood doet het wel heel erg lekker, wel even dit voorjaar. En wat vind je er zelf van? Het zit heerlijk. Ja, het is echt lekker. Je zet je mouw omhoog, ja, of naar beneden als het koud is. Ja. Maar dat zie ik heel veel vrouwen altijd doen. Als vrouwen voor de spiegel staan, dus ze trekken iets aan. Wat doen ze? Een mouw. Altijd meteen de mouwen even omhoog. Ja, maar het voelt gewoon lekker. Ja. En een lekker los broekje erbij. Ja. En hoe zit die in de taille? Heerlijk. Kijk. Ja, want hij heeft zo'n band. Hij heeft een band, ja, dus je kan hem ook helemaal omhoog doen. Ja, nou, zakjes in de zijkant. Ja, leuk hoor. Ja, geweldig. Nou, even netjes voor de camera, voor de dames. Omdat je er niet netjes uitziet. Nou, super joh. Ja. Leuk met je laarsje erbij. Geef weer even een andere stijl als platte schoentjes. Absoluut. Dus, ja. Nou, we zien je zo weer met de volgende. Jo. Inmiddels heeft Joyce weer een nieuwe set aan. Kom maar even gezellig in beeld. Ja. Dit is de jurk. Even kijken, hier is die in de stipuitvoering. Dus het stipje met het rode vlakje. En Joyce heeft uniezwart. Maar wel weer ook dat leuke vest. Je hebt het net gezien in een stip en unierood. Dit vest heeft allemaal verschillende banen. Je ziet eigenlijk gewoon... Ja, een soort flappen met splitten. Dus je kunt er ook van alles mee doen. Ik ga even voor de langs. Je kunt hem dus ook gewoon leuk zo als draperie doen. Maar dan kun je ook die andere pakken. En dan moet je dat even een beetje leuk draperen. Je kunt het dan achterknopen, dan blijft het goed vastzitten. Maar dan maak je meteen even een heel ander ding van het vest. We hebben net op de foto, hebben we hem ook... even over de haren. Gewoon hiervoor geknoopt. Klein laag knoopje erin, maar het geeft meteen alweer eventjes een heel leuk ander effect. Topvest, ik vind het echt zo grappig. Hier zitten splitten, hier aan de zijkant achter, hier zitten ook nog grote splitten. Dus ja, weet je, gewoon heel lekker nonchalant vest. Je ziet hoe leuk het weer is op de jurk. Ik zal je even unknopen, want dan kan je het vest even uit en het vreselijk leuke jurkje laten zien. Dit is weer een, ja... Qua patroontechnisch een heel ander model van Bordes, want je ziet hoe mooi aangesloten vorm die heeft, valt goed over de heup en een mooie klokkende onderkant, waardoor die toch wel een prachtige décolleté, gewoon een heel, hij valt perfect onder de buste, gewoon een heel mooi vrouwelijk effect krijg je er eigenlijk mee. Weer heel anders, lekker even met je stoere boots. Ja, je kan hem ook netjes dragen. Ja, of je doet er nog een lekker stoer spijkerjack op of wat dan ook. Is in meerdere kleuren verkrijgbaar. Volgens mij hebben we hem ook nog in het zwart met grijs. Nou ja, en dat andere stipje. Nou, we laten nog één heel leuk artikel zien. Dus Joyce komt zo weer bij je terug. Hallo, dit is de laatste ronde van Joyce. En ze heeft echt zo'n geweldige tuniek aan. Echt typisch Bordes. En dit staat heerlijk. Wel fantastisch. Dit is heerlijk. Heerlijk. Ja, zakken in de zijraad. Ja, helemaal super ding. Ja. Hij is van voren wat korter en hij is achter net even een klein beetje langer. Dat geeft goed effect. Vind je het nou niet fijn met blote benen? Doe er een leggingje onder. Dit is de serie van de gerecyclede polyester. Dit is echt gemaakt van... Plastic flessen, alle plastic troep uit de oceanen, is een stof van gemaakt. Exclusief bij Bordes, dus kijk even online. Er staat van
alles op. Ook in het zwart met rood. Nou, dat zijn toch dingen waar je blij van wordt. En laat even zien hoe het op je rug zit, want dan is het... Kijk, mooi hè? Leuk is, je kan hem recht. Ja, je kan hem ook leuk op shoulder dragen. Lekker zo. Ja, nou, laat maar even die tatoeage zien. Een klein stukje, een sneak peek. Net had je, wil ik nog even laten zien, had je die leuke jumpsuit aan. Ja. En dit was het model die zij aan had. Je ziet dat het dus gewoon een heel laag kruis is. En die hebben we dan ook nog, en die vond het ook wel heel erg leuk, met een wat iets meer broekspijp. Dus je ziet ook dat het kruis duidelijk wat hoger zit. Zakken hier. Dus dan heb je echt een beetje een been met een soort haren of broekachtig effect. Dit is wijd genoeg en je kon er ja, ik kon er heel makkelijk in. Ja, ja. Absoluut. Het is, je hebt totaal niet het idee van, oh, ik maak de randjes stuk of ik trek eraan. Nee. Heerlijk. Ik bedoel, ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn door de nieuwigheidjes van Boris Industries. En binnenkort staat het allemaal op onze site. Dus ga lekker even kijken en Joyce, top bedankt. Ja, het was hartstikke gezellig dat je er was. Nou, leuk dat ik nog zijn. Dankjewel. Doei doei.